Ja, tweedehands, vintage, pre-owned noemen ze het ook wel. Het kopen en dragen van gebruikte kleding, want daar gaat het over. Dat is booming. Vandaag is een Nederlands online platform voor tweedehands kleding overgenomen. En samen met de nieuwe eigenaar, het grote Vinted, hebben ze nu 34 miljoen gebruikers. Zijn zusjes gaven hun kleren aan elkaar door. Dat was het startpunt van United Wardrobe. Ik was eigenlijk heel erg overtuigd geraakt van het feit dat zij ook kleding van andere mensen zou willen krijgen, dan wil kopen, die zij niet meer dragen. Ja, alleen er was geen platform waar zij dat zou kunnen kopen of andere mensen dat kunnen verkopen. En dus begon hij dat 6 jaar geleden met 2 medestudenten. Nu wisselen elke maand 100.000 gebruikte kledingstukken en schoenen van eigenaar. Hun studie hebben ze nooit meer afgemaakt. En vandaag krijgt dus het bedrijf een nieuwe eigenaar. Een miljoenendeal. Als je studeert en je gaat een start-upje beginnen, ja, dan droom je hiervan. Dus ja, dat is het allermooiste uitkomst die we nu hebben kunnen realiseren. En de groei is er nog lang niet uit. Het gemak, de prijs en de duurzaamheid, die maken uiteindelijk dat tweedehands kleding nu booming is. Een klein stukje gracht, 3 tweedehands winkels. Maar ook steeds meer ketens maken plek voor gebruikte en opgeknapte oude kleren. Het was een mannelijke shirt. En nu hebben wij een shirtje gemaakt voor een vrouw. Het is een soort van een crop top. En dit is heel populair. Tussen alle nieuwe kleding hangt hier ook gebruikt. Laatst jaar, ik denk wij hadden 10% van de hele aanbod. En nu hebben wij misschien 35-40%. Het zijn vooral nog jongeren die voor duurzaam en betaalbaar kiezen. Ik heb heel wat items waarvan ik superveel complimenten krijg en zo. En die er juist heel erg designer uitzien. En dat zijn dan 5 euro bij de kringloop. Niks, geen muf imago meer. Zelfs de grote modemerken beginnen voorzichtig aan tweedehands. Ik vind het persoonlijk echt geweldig dat tweedehands kleding nu ook gewoon die boardrooms heeft bereikt van de grote corporates, van de fast fashion ketens. En we steunen het juist heel erg dat dat soort partijen zich aansluiten bij Team Tweedehands om tweedehands kleding gewoon nog groter te maken en nog meer algemeen geaccepteerd. De voorspelling: over 20 jaar is 1 op de 5 stukken in elke kledingkast tweedehands.